Stef Krul, zilver vandaag op het NK voor belofte. Had je daarvan durven dromen? Nou, ik had het zeker niet verwacht. NK tijdrijden is altijd mooi om naartoe te werken, vind ik. Omdat je, ja, dan eindig je op een plek waar je hoort. Bij een NK is het een heel spelletje natuurlijk. En dan, ja, is het maar net hoe de koers verloopt natuurlijk. Jij schoof al heel vroeg mee in de koers naar de voorkant, om het zo maar te zeggen. Ja. Ja, hoe heb je toen de koers aangepakt? Nou ja, 12 man, dat is natuurlijk altijd kansrijk. En er zaten best wel goede renners ook bij. Dus ik wist eigenlijk gelijk wel dat we kans hadden. En gelijk een beetje geprobeerd om te sparen en niet te veel te doen. Maar dan in de finale losten er steeds weer wat meer renners. En er kwamen nog wat frisse bij, zoals Jacobsen. Dus daar baalde ik wel van dat er niet iemand van ons daar nog bij zat. Maar toen reden we weer weg met een klein groepje. En toen op het einde met 3 man van Seg. Dat is natuurlijk heel lastig. En dan, als je dan tweede wordt achter Fabio, dan heb je het prima gedaan, denk ik. In die slotfase inderdaad blijf je met 4 man over. Hoe moeilijk is dat? Hoe ga je daarmee om? Nou, gelukkig waren zij ook wel moe. En ze gingen nog een paar keer demareren. En ik zat er eigenlijk gelijk wel op. En Pascal was toen ook eerst nog bij en die reed nog een gat dicht. Maar daarna was hij ook op, denk ik. En toen kon ik nog met Julius mee en met Fabio in mijn wiel. En toen, toen waren we, dat was de uiteindelijke slag, zeg maar. Uiteindelijk win je zilver of verlies je goud? Win ik zilver, ja. Als je de finale kijkt, 3 man zegt, dan is tweede plek, vind ik gewoon prima. Dus. Maximaal haalbaar dus? Zeker, ja. Dankjewel.